13, dus jullie hebben al heel veel gemist. En het is vanuit het perspectief van Warre. En Warre, dat is een gast in een bed and breakfast in Finsterwolde, vlakbij de Dollard. En hij gaat op Utrecht uithangen en dan gaat hij naar Nieuwstatenzuil. Nieuwstatenzuil. En nou, dat is helemaal daar bij de Dollard. En nou, dat is verder niet zo heel veel te zien. En nou, ja, daar gaat dit stukje over. Oh ja, het is een sluis. De eerste zit dus ook de sluis van Nieuwstatenzuil. Had ik een keer eerder bezocht. Het grijs betonnen gebouw onder machines die de sluis lieten werken. Met mijn handen voor mijn gezicht in de vorm van een verkijker leunde ik tegen de zwart gekleurde ramen. Binnen stond alles stil. De Dollard was rustig. Ik liep een stukje terug naar het bord met de tekst van een gedicht erop en stapte per ongeluk op een tegel dat een geluidstegel bleek te zijn. Een mannenstem begon een gedicht voor te dragen. Het was het gedicht van de dijkgraaf, waarvan de tekst op een ander kleiner bordje was afgedrukt. Op het grote bord las ik het gedicht van Edestaal. Op het bankje links zaten een paar oudere vrouwen en een van hen kwam naar me toe. Weet u of ik dat gedicht ergens kan kopen? Ik keek om me heen, maar hier was geen kiosk en dat had ik ook niet verwacht. U hebt het net gefotografeerd, dat zal ik de volgende keer ook doen, zei ze. Ik kom uit Elburg, bij het Veluwemeer. Daar woon ik 36 jaar. Komt u hier uit de buurt? De vrouw kwam tot aan mijn schouders en keek geïnteresseerd omhoog. Ik kon me niet voorstellen hoe het zou zijn als ik hier echt uit de buurt zou komen. Dat ik gewend was aan de rechte wegen naar mijn huis en boerderij natuurlijk. Ik tuurde tegen de zon in en wees naar het landschap. Tussen elk groepje bomen stond een boerderij. Ziet u daar aan de horizon dat groepje bomen? Daar kom ik vandaan. Ik wandelde de dijk af en zag een smal weggetje naar Duitsland. De dijk ging gewoon verder langs de grens, hetzelfde landschap. In de verte stak een huisje op palen boven het zeeriet en tussendoor liep een pad op houten planken. Het water stond hoog op dit tijdstip. Even bleef ik halverwege staan en luisterde naar het ruisen. Op de steiger, onder de vogelkijkhut, zat een meisje uit te kijken. Ze keek naar me toen ze me aan hoorde komen lopen. Hoi, zei ze en draaide zich weer om. Ik groette haar terug en hield verder mijn mond. Ze zag eruit alsof zij echt uit de buurt kwam en dit haar plek was om na te denken over alles wat haar bezig hield. Ik voelde me een verstoorder. Naast haar lag een helm en ik herinner me de brommer die ik voor het hek had zien staan. Ook ik had toen gedacht dat het jammer was niet alleen te kunnen zitten boven het water. Ik hoorde dat ze ging verzitten en zij hoorde mijn kuchje omdat ik dorst had. We zeiden niets tegen elkaar en ik liep de trap op naar boven. Door de luiken zag ik hetzelfde uitzicht als net. Dirk Jan is verliebt, was met een zwarte stift geschreven op de vensterbank. Zwoer was het door iemand anders naastgekald met pen. Jacob was hier en Berteloofs Marloes. Ik baalde dat ik geen pen bij me had. Misschien had ik dan een gedicht geschreven op de balk dat het dak droeg. Op de grond lag een papier waarop stond opdrachten fietsexcursie aardrijkskunde Doelot College. Mensen liepen altijd wat achter. Ik bladerde wat doorheen. Vraag 1. Hoe laat is het vandaag eb en hoe laat vloed? Met pen stond erbij geschreven eb met een p 10.48.23.01 en vloed met een t 4.20.17.06. Ik vroeg me af of het antwoord wel knopte, gezien de spelfouten. Vraag 32. Leg uit wat er wordt bedoeld met het begrip herenboer. Vraag 33. Geef aan wat het beklemrecht heeft te maken met de macht van de herenboer in het Oldambt. Vraag 34. Waarom was het communisme juist zo aantrekkelijk voor de arbeiders in het Oldambt? Ik moest hardop lachen bij het idee dat ik deze vragen aan Sibo liet zien. Hij zou zijn hoofd schudden en mompelen dat die tijd toch echt een keer was geweest.
Op de ijzeren traptreden klonken voetstappen. Het meisje van de steiger zei toen ze binnenkwam dat er zoveel ganzen waren. Ze legde haar helm op het bankje en ging ernaast zitten. Op een poster boven de ingang zag ik alle soorten staan en mijn simpele ziel viel als eerste de rotgans op. Het is hier stil, merkte ik op om iets te zeggen. Wacht maar tot ik mijn brommer aantrap en zit een gat in de uitlaat. Kom je hier vandaan? Uit Finsterwolde, een boerderij net buiten het dorp. Ik scheur vaker de dijken op en af, omdat ik nog geen 16 ben. Ik mag niet binnen de bebouwde kom rijden van mijn ouders. Werken er arbeiders op jullie boerderij? Het meisje keek me verbaasd aan. Sorry, het komt door deze vragenlijst, zei ik en wapperde met het papier. Vroeger wel, bij mijn opa. Nu heeft mijn broer net een nieuwe computergestuurde trekker uitgezocht die recht kan rijden op GPS. Hoeft mijn vader en hij niet meer uren geconcentreerd naar een punt aan de horizon te turen. Super, zei ik. En hoewel ik nieuwsgierig was, wist ik niet wat ik nog meer aan haar kon vragen. In onze schuur hangen aan haken nog gereedschap dat mijn opa gebruikt had op de boerderij, zoals een bruin verroeste zeis, hooivork en spade, begon ze zelf te vertellen. In de stallen zitten de verroeste drinkbakken van de koeien en paarden nog aan de muur, de schotten ertussen, de greppel waar ze inpoepten. Ik ken de boerderij niet met koeien en paarden. Bij ons staan in de stallen tuinstoelen te overwinteren, het bijenspul van mijn vader, zakken kattengrit, oud papier en hordes bloempotten. Nog steeds kon ik niet bedenken wat ik moest vragen. Ik sprak nooit met meisjes van 15, was bijna vergeten hoe ik zelf was geweest op die leeftijd. Ik zat alleen thuis, ik had een brommer moeten kopen en rondjes om de stad moeten rijden. Zij was veel wijzer dan ik en dat maakte me onzeker. De Duitsers dreigden de boerderij in brand te steken toen mijn oma hen de toegang weigerde, zei het meisje. Ze kwam met steeds spannende verhalen en ik had helemaal niets te vertellen. Ik bewonderde haar brommer waarmee ze 65 km per uur kon rijden. Toen haar broer hem nog had, kon hij 110 km per uur, vertelde ze trots. Mijn gedachte dat dit toch gevaarlijk was, sprak ik niet uit. Mijn opa heeft in het scholtershuis gezeten. Een oude man kwam een keer naar me toe en hij vertelde dat hij had gehoord dat zijn nagels eruit waren getrokken. Mijn vader wist er niets van die nagels. Hij zegt dat na de bevrijding elk jaar de groep samenkwam op de boerderij, maar hij werd de kamer uitgejaagd omdat hij nog te klein was. Ik wilde weer naar beneden gaan, in stilte de dijk langs kijken, de windmolens zien draaien op het Duitse vasteland aan de overkant, de industrie van Emden. Net had ik er niet op gelet, maar het belemmerde het uitzicht wel degelijk. Er klonken voetstappen op de ijzeren treden en er kwam een wielrenner binnen, compleet met helm en flitsende zonnebril. Het meisje hield eindelijk haar mond. De wielrenner pakte zijn telefoon en ik zag een routeplanner opschijnen. Hier is het donker, zei hij en bestudeerde het scherm. Daarna stond hij snel op. Ik moest het gaan om den Zug in Papenburg te bekommen. Ik ben heute schon 130 km met een raad gefahren. Wow, zei het meisje. De wielrenner rende de trap af en we zagen hem wegfietsen over het pad tussen het zeeriet. Ik had nog willen vragen waar hij met de trein naartoe moest. Dank je wel.